Een van de eerste winkels van Bilthoven was de kruidenierszaak van Marius Verkade. Hij was gevestigd aan de toenmalige Soestdijkerstraatweg, want zo heette het Emmaplein aan het begin van de 20e eeuw. Met de jaren kwamen er steeds meer winkels bij. Het hoekpand van Verkade wisselde geregeld van eigenaar. Sinds enkele jaren is dat Mirna Jansen van restaurant Olivier. Zij kreeg prompt met de coronaperikelen te maken. Daaruit heeft ze geleerd hoe belangrijk het is dat mensen elkaar ontmoeten in een fijne sfeer. Wij zitten hier in de voormalige koloniale winkel van Marius Verkade. Zegt u dat iets? Heb ik van gehoord, ja. 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 Weet u iets van de geschiedenis van dit pand? In grote lijnen. Marius Verkade is hier dus ooit begonnen. En dan is er voor mij een heel stuk blanco, want ik weet van het moment dat de bloemist van de Kam hierin zat. En die heeft hier een hele tijd ingezeten en daarna heeft familie Groen het overgenomen. En die hebben er een woonwinkel in gemaakt. En daarna zijn wij hier ingekomen. Dus dat is met hele grote stappen. Dus de gedetailleerde historie ken ik niet. Nee. Sinds wanneer bent u hier? We hebben dit in september 2018 gehuurd. Toen was het nog bijna klaar wat de verbouwing betreft. En we zijn hier in maart 2019 opengegaan. Dus wij komen uit de Quinquelier. En het Vinkenplein, daar werd gebouwd al. Dus het hele dorp zat een beetje in de verbouwing. Nee. En wij zijn hier dan in maart 2019 opengegaan. En daarna is hier nog de hele weg vernieuwd. En we zitten hier eigenlijk sinds een jaartje dat het klaar is. Ja. Ja. U heeft ook nog de corona meegemaakt? Zeker, ja. We waren op een week na een jaar open en toen moesten we dicht. Toen zijn we 3 maanden dicht geweest en toen, de afgelopen 2 jaar is eigenlijk, kun je samenvatten als we zijn gesloten geweest, mochten een stukje open, toen moesten we weer dicht. Een stukje met het terras open of alleen binnen open met afstand. Dat is allemaal altijd met beperkingen geweest, 2 jaar lang. En nu is het eigenlijk weer open en kunnen we verder waar we gebleven waren. U heeft niet voor niets voor deze locatie gekozen? Nee, zeker niet. Het was ook een beetje toeval. Want wij wilden daar weg en meneer Groen die was dit aan het verbouwen. En toen dacht ik, als je daar weg wil, waar kun je dan verder in het dorp goed terecht? En toen viel ons oog op dit punt. Het is een ideaal punt. We zitten aan de entree van het dorp, via de rotonde. Dus iedereen die het dorp inkomt of uitgaat, komt langs Olivier. We zitten vlakbij het station. Wat ook een goed punt is. Mensen uit het hele land liggen sowieso centraal, vlakbij Utrecht. En uit het land is het hier makkelijk afspreken. En dan liggen wij ook nog vlakbij het station. Dus dat is een heel goed punt, ja. Mm-hmm. En ook wat de zon betreft. We hebben van 's morgens vroeg tot 's avonds laat de zon op het terras. Dus we zijn heel blij dat we hier zijn gaan zitten. Ja. Ja. Weet u dat Marius Verkade waarschijnlijk ook deze locatie heeft gekozen omdat het vlakbij het station was? Dat wist ik niet, maar dat kan ik me goed voorstellen. Ja, ja. Precies. Ja. U zegt net, het pand is 100 jaar oud. Ja. Ja. En wat kunnen we van de volgende 100 jaar verwachten? Als u voor mij de glazen bol heeft, dan zal ik het u vertellen. Maar ik kan wel een hoop uitspreken. Ik hoop dat het weer een heel gezellig dorp wordt, want we hebben natuurlijk heel lang in de verbouwing gezeten. Het dorp ging achteruit, maar we zijn heel erg in de opbouw hier. Het plein wat vroeger een parkeerterrein was, daar staat een mooi appartementengebouw. De bestrating is allemaal vernieuwd. Er zijn nieuwe bomen geplant, nieuwe haagjes. Dus ik ga wel weer ervan uit dat het in de opbouw is. En ik hoop dat het een trekpleister weer wordt voor de omgeving ook. En dat we zeker, dat is niet onbelangrijk, maar dat we het dorpse karakter blijven behouden.
Dat hoop ik ook. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Wat is dat, het karakter van dit dorp? Dat je authenticiteit hebt. Dat je niet een dorp binnenkomt waar je alleen maar winkels ziet die uit ketens voortkomen. Dat je net zo goed in Almere kunt zitten, maar dat er gewoon speciaal zaken zijn. Dat het wat kleinschalig blijft, dat het zeker ook groen blijft, maar dat het authentiek blijft. Hoofdzaak moet wel zijn dat er speciaal zaken zijn. Of een goed restaurant. Nou, er komen mensen vanuit Utrecht komen hierheen. Omdat het daar gezellig is, lekker is, leuk is. Hoe zou ik dat zeggen? Dat het niet zo'n gemene deler is. Ja. U was aan de overkant, waar nu de parkeerplaats is, waren allemaal cafés van oorsprong. Ja, dat weet ik dat nog. Weet u. Ja. Heeft u verwachtingen over wat er daar in de toekomst gaat komen? Het plan is om daar woningen te bouwen. Hoog en breed, dus veel. En waarschijnlijk komen daar winkels onder. Als ze daar gaan bouwen, dat wel in de stijl van het dorp blijft. Mm-hmm. En dat is dan? Met verschillende puien, met verschillende daken, met verschillende hoogtes. Het gebouw wat nu op het plein is, vind ik heel mooi geworden. Dat is niet zo strak, niet zo zakelijk. Het is geen flatgebouw. En ik hoop dat ze dat op het plein ook gaan doen. Deze serie heet Levende Monumenten. Ja. Is het gebouw waar we hier zijn een levend monument? Ja, het leeft zeker. We hebben er, en ik hoop er een monument van te maken met Olivier. Wij hopen om met Olivier hier een plek neer te zetten, dat we al een beetje gedaan hebben, maar dat we dat nog verder uit kunnen bouwen. Waar we voor verbinding tussen de mensen kunnen zorgen. Want ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is voor de toekomst. Omdat we steeds meer kunstmatig gaan leven. En techniek is fantastisch. Maar ik wil wel heel graag dat de menselijke factor hoog blijft staan. En dat heb je als je contact hebt. Je eet samen wat, je drinkt samen wat, je hebt plezier, je ontmoet mensen. Want dat hebben we gemist in de afgelopen 2 jaar. En dat is eigenlijk onmenselijk. Dus ik hoop dat we ook in de toekomst die verbinding kunnen hebben. En dat mensen daardoor ook van het leven kunnen genieten. Want daar gaat het uiteindelijk om.